voor het design van de software. Dus ik denk dat de software van Apple extreem gaat veranderen. Oh, echt volgende, waar? Ja, volgende release wordt echt we extreem. We krijgen echt een 180. Nou ja, 180 misschien niet, maar want ze doen altijd kleine verbeteringen. Hè? Mm-hmm. En dat verkopen ze dan als enorm. Net zoals Adobe, die doet het ook. Adobe doet er één feature in Photoshop en dan zeggen ze, voor €1000 maar krijg je deze fantastische feature die je nooit gaat gebruiken, krijg je. Ja, voor 1000, gratis, 1000, gratis. Nou, dat doet Apple ook, alleen Apple vraagt dan €30 in plaats van 1000. Ja. Ik heb trouwens de keynote van Apple nog gezien, gewoon niet vanuit het onderwerp misschien, maar... Heb je hem gezien? Nee. Kijk hem vooral eventjes. Ik kijk vooral naar hoe Tim Cook, de directeur nu van Apple, hoe hij praat als Steve Jobs. Hij heeft zichzelf aangeprobeerd te leren om zoals Steve Jobs te praten. Magical. Dus de superlatieven inderdaad worden een heleboel gebruikt. Maar hij praat ook alsof hij tegen hele kleine elfjes praat. Want het is... Het is extreem mooi geworden. Als je kijk er dan op zo'n manier naar. Kijk er naar met de blik van hoe wordt hier gemanipuleerd. Ja, want het is één grote manipulatie. Ja. Ik ben verbaasd, nou, zelfs een beetje in shock, als ik mijn Twitter timeline tijdens zo'n Apple presentatie zie exploderen van de kritiekloze fanboys. En dit zijn voor stuk goede designers. Die dan ineens veranderen in absolute fanboys en die dan dingen gillen als ongelooflijk, dit is weer een kleine iPad. En diezelfde mensen gilden een jaar geleden, wie heeft er nou weer een kleine iPad nodig? Ja. Ik snap daar helemaal niks. Ik kan daar echt niks mee. Alsof er een klein, schattig puppy de ruimte inloopt. En totaal onbevangen reacties krijgen mensen dan. Kritiekloos. Ja. En ik snap daar niks van. Ik snap niet dat je zo'n fan kan zijn van een product. Dat vind ik echt bizar. Ja, nee, het is... En dat vond ik dus het interessante van hoe Tim Cook dan ook probeerde Steve Jobs na te doen. Ja. Want dat was het ook echt. Ja. En hij faalde daar wel een beetje in. Ja, het is hem niet. Dus ja. Nee, het is hem inderdaad niet, maar... Johnny Ive, die probeert dat ook. En die komt er redelijk mee weg. Maar het is een maniertje die blijkbaar heel effectief en heel bazaal bij ons werkt als mensen. Het spreekt ons aan. Ja. En wij laten ons verleiden door de superlatieven zonder echt kritisch te kijken naar de features die daadwerkelijk worden geïntroduceerd. Maar dat doen al die bedrijven. Kijk naar Adobe die een nieuwe webdesign tool presenteert. Die zegt van, dit is fantastisch! Ja. Terwijl ze iets laten zien wat helemaal niet zo bijzonder is. Maar als je dat hoort, dan is het, wow, fantastisch. Iemand is het is hele concept van het evangelisme, hè? Wat Apple Microsoft ook heeft gedaan. Dat is geen evangelisme. Kijk, evangelisme is dat je mensen goede dingen wil laten doen. Ja. En sales is dat je mensen jouw product wil laten kopen. Ja. Dat is heel wat anders. Dat is echt iets anders. Ja, dat is dat je evangelisme is denk ik dat je ook echt gelooft in je product. En als je doorvraagt aan een Adobe figuur... Ja, geloven ze er niet in? Nou ja, dat kan toch niet? Je ziet toch dat het niet fantastisch is? Ik bedoel, ik snap dat soort mensen nooit hoor. Die Microsoft evangelisten die dan gewoon snoeihard zeggen... IE 9 is de allerbeste browser die er ooit is gemaakt. Dat is gewoon... Dat is onwaar. Ja, dat is niet zo. Ja. Ik vind dat soort mensen... ik snap ze niet. Ja, ik vind het ook enge mensen. De ongenuanceerdheid waarmee dat gaat is inderdaad... Keihard liegen gewoon. Ik vind dat eng dat je dat kan. Denk je niet dat ze er zelf in geloven? Denk je echt dat zij gewoon... Dat ze niet zelf ook een beetje gebrainwashed zijn? Nee, dat is gewoon harde sales. Want dit zeg ik, want dat is goed voor het bedrijf. Ja. Ik heb daar heel veel moeite mee. Ja, er zijn natuurlijk... Ik vind dat evil. Ik vind dat gewoon slecht. Maar er zijn natuurlijk ook crossovers vanuit de religie. Religie heeft dat ook een soort van... Ja, daar lijkt het ook op natuurlijk.
En daar zijn de mensen wel degelijk zelf ook overtuigd van het gelijk. Dus mensen die vertellen van, nou ja, goed, ik wil u graag Ja, zou het echt gewoon dommigheid zijn? Over mijn redder. Zou dat het zijn? Ik weet niet of het dommigheid is. Ik denk wel dat er gewoon manieren zijn om ook hele slimme mensen te weten overtuigen van iets wat evident is dat het niet zo is. Nou ja, goed, dat is bijvoorbeeld wat marketeers doen inderdaad. Door te zeggen van een kleine iPad is ongelooflijk. Ja, en het grappige is, heel veel mensen die wij kennen vanuit bijvoorbeeld open source gemeenschappen en dus mensen die willen bijdragen aan een betere wereld, durf ik dat te zeggen? Ja hoor. Die zijn daar heel erg wars van. En je merkt dat zij dan dus ook vaak een beetje zeggen van, ja, wij gaan eigenlijk de strijd aan. We gaan eigenlijk een ongelijke strijd aan. Weet je wel? Want wij willen eigenlijk niet op deze manier communiceren. Maar we erkennen wel degelijk de kracht van op deze manier omgaan met onze klanten. Je kan best wel op die manier communiceren. Als je maar de waarheid zegt. Ja.